binnen in het brandwondencentrum. Ik ben André van Nes, brandwondenverpleegkundige en projectmedewerker. In deze video wil ik u graag meenemen in de nieuwe verbandwisselkamer die gelukkig hier gerealiseerd is. Het brandwondencentrum is een hele gesloten afdeling met hoge eisen aan infectiepreventie en hygiëne. En daarom gebruiken we deze video om u mee te nemen in de verbandwisselkamer. Gaat u mee? Voordat we naar de verbandwisselkamer gaan, wil ik u graag uitleggen wat de verbandwisseling eigenlijk inhoudt. Want dan realiseert u zich wel wat voor pijn dat voor de patiënt oplevert en angst. En dat kan soms een traumatische ervaring zijn. We hebben nu een nieuwe verbandwisselkamer waar afleiding een ontzettend belangrijk aspect is geworden door middel van kleur, geluid, beeld, ruimte. Daarmee hebben we gezorgd dat we de patiënt afleiding kunnen bieden zoals ze dat heel graag willen. We zijn nu bij de verbandwisselkamer. Gaat u mee naar binnen? Nou, hier zijn we dan in de nieuwe verbandwisselkamer. En u ziet het gelijk, het is een hele andere sfeer. Mooie kleuren, mooie tv-schermen, veel ruimte, hele rustige ambiance, mooie douches, mooie baden, mooi aangekleed. Wat u hier ziet is het grote bad, wat gebruikt kan worden voor de volwassen patiënten en voor de wat oudere, grotere kinderen. De patiënt kan in het bad stappen, maar kan ook op de badbrancard verzorgd worden, waarbij we de lichamelijke verzorging van de patiënten uit kunnen voeren. En ja, moeten de wonden schoongemaakt worden, moeten de nieuwe verbanden op gedaan worden. En dat kunnen we allemaal in deze ruimte. Om de pijn en de angst te verminderen, proberen we de patiënt afleiding te geven, want dat is een bewezen aspect om dat te verminderen. Als de patiënt hier in het grote bad ligt, hebben we een grote televisie tot onze beschikking, waar we eigenlijk alles op kunnen laten zien voor de patiënt. Helaas hebben we ook heel veel kleine kindertjes op het brandwondencentrum. Daar hebben we ook een prachtig hoog-laag kinderbadje gekregen, waar we veel ruimte hebben om de kinderen te verzorgen en hier de wondverzorging en de lichamelijke verzorging uit te voeren. Naast het grote bad en het kleine badje met ook nog een douche erbij, hebben we ook nog een grote echte douche. We kunnen allerlei patiënten hier verzorgen, groot en klein. In een kleine badje, een grote badje, onder de douche. Dat is ook echt een complete badkamer. Daar ben ik super blij mee. U vraagt zich af waarom ik hier met een iPad sta. Nou, in de nieuwe verbandwisselkamer zijn audiovisuele middelen ontzettend belangrijk. We kunnen straks via de iPad, of het nou met een volwassen patiënt te maken hebben of met een kind, kunnen we op maat afleiding bieden. Dat kan zijn Netflix, dat kan zijn Spotify, Videoland, YouTube. De patiënt kan zijn eigen telefoon gebruiken, zijn eigen iPad. En dat wordt allemaal aangestuurd door een prachtige mediaserver. En die wil ik u graag even laten zien. We zijn hier in een andere ruimte tegenover de verbandwisselkamer. In deze ruimte is de mediaserver geïnstalleerd. Eigenlijk het hart van de audiovisuele middelen en mogelijkheden die we hebben. Ja, naast de genoemde items zoals Spotify en Netflix is FaceTime en gamen ook allemaal mogelijk voor de patiënten in de nieuwe verbandwisselkamer. Nou, ik heb u hopelijk een prachtig beeld gegeven van de nieuwe verbandwisselkamer. Maar naast hetgeen wat u wel ziet, zijn er ook zaken die u niet ziet en die ook ontzettend belangrijk zijn in deze badkamer. Dat is onder andere de luchtbehandeling. Want de patiënten die hebben een huidprobleem en zijn erg vatbaar voor infectie. Dus ook deze ruimte moet schoon zijn, moet schone lucht zijn, aangename temperatuur geven, want in het plafond zijn drie kachels weggewerkt. Het geluid is ook mooi weggewerkt, we hebben een aantal boksen in het plafond zitten. Met andere woorden, heel veel zichtbaar, maar ook heel veel onzichtbaar. Wat we ook gerealiseerd hebben in de nieuwe verbandwisselkamer zijn aansluitingen voor de ziekere brandwondenpatiënten. Onder andere de zuurstof, lucht en vacuüm. Waardoor we ook in deze badkamer de patiënten kunnen bedienen die wat zieker zijn. Beste sponsoren, uit de grond van mijn hart.
ontzettend bedankt namens alle brandwondenpatiënten voor de totstandkoming van deze nieuwe verbandwisselkamer. Niet alleen ik wil jullie bedanken, maar er zijn er nog meer. Beste sponsoren, namens het brandwondencentrum, ontzettend bedankt!